Hey guys, Mask hier. En ik woon in een villawijk en constant doen ze dus belletje trek bij mij. Ja, niet constant, maar ze hebben het al een paar keer gedaan. En ben dan bij de buren gaan vragen of ze het daar ook doen of als ze iets hebben gezien. En dan zeiden ze van, ja, we hebben die gastjes gezien en we hebben ze weggejaagd. En nu, een paar weken later, het is weer hetzelfde. Ik hoor ze konkelfoezen, hè. Dus ik ga gaan kijken door mijn raam en ik zie ze naar mijn deur lopen. Zo, oh, ja. Dus op het moment dat ze aanbellen, trek ik die deur op en denk ik, ah, godverdomme, wat is het? Het was ik niet. Ik zei, waarom mag dat je wegziet of bel de politie? Ah ja, en dan weglopen. En de rest was ook al weggereden met de fiets. Want de eerste paar keren had ik het nooit gezien. Ging ik gewoon op mijn gemak aan de deur en waren ze weg. Wat ik niet begrijp, mensen zitten op het toilet of zijn aan het koken of zijn aan televisie aan het kijken of zijn... Of ze aan het slapen of zitten in bad, hè? Maar nee, aanbellen. En dan doe je de deur open en dan is er niemand. Wat is dat nu leuk aan? Ah ja, omdat zij denken dat iemand gaat opendoen. Stel dat ik niet thuis was, dan denken ze, ah, we hebben aangebeld. Maar ze lopen weg, dus ze zien niet eens mijn reactie. Als ze nu blijven staan en mijn reactie zien, oké. Maar ze lopen weg en dan, ah, we hebben aangebeld. En dan wat? Fucking klote kinderen. Ouders weten dat zelf niet eens, maar kom. En de politie gaat nooit iets doen tegen kinderen. En je kunt dat nooit. Ja, al hang ik nu tussen de camera's, dan nog kan ik die kinderen niet identificeren. Hè? En gaan zeggen, wie ze kind is dat hier, heeft dan een keer straf. Maar ik vind dat zo belachelijk. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb toen ik klein was, werd een belletje trek gedaan in onze vriendengroep. En dan liepen wij mee, maar ik heb nooit durven aan bellen. Ik haatte pranks waar dat iemand niks... Waar dat je niks aan had. Stel, ik leg ergens een bom en ik loop weg. Of ik leg ergens onder... Ergens laat ik een waterballon vallen, maar ik zie mensen een reactie niet. Dat is toch niet leuk? Ik haat de pranks doen. Ik had vrienden die altijd pranks willen doen en ik heb dat nooit begrepen. Nooit. En die kinders, gelukkig had ik ze nu. Hè. Hij stond tussen met zijn step, hoor. Het was ik niet. Fuck, ik heb hem zien bellen. Ik zag helemaal dat hij wegziet. En ze had het misschien nu niet meer doen. Maar ja, ze stonden er zo. En ze maakten lawaai, hè. Ze stonden er zo met vijf, hè. Zo, hey. En ze waren er zo bezig. En ik hoorde ze. Ik zag ze naar mijn deur komen. Hoe dom kun je zijn? Maar ja, ik hoop dat het niet meer gaat gebeuren, maar ik vind het belachelijk. Die kinderen zijn echt... Als je nog een keer ziet, ja, kun je ze geen pak slaag geven, hè, maar... Want dan is het weer... Oh, dan ben ik de slecht, hè, maar... Oh, het maakt me zo woest, hè, maar... Blijf kalm, maar... Ik haat dat echt. Hebben jullie dat ook? Wat doen jullie daarmee? Want iedereen heeft elke keer belletje trek meegemaakt. Dus wat doen jullie daarmee? Laat me weten in de comments below. See you next time. Pew.